En als die operatie lukt, dan ga ik mijn motorrijbewijs halen. Heb ik al. Ja, vast. Ja, waarom geloof je dat niet? Ja, waarom niet eigenlijk? Heb je een eigen motor? Een Intruder. 1000? 57. Doe maar. Ik moet gaan. Als ze erachter komen dat ik een patiënt wakker hou, dan... Ja. Welterusten. Zullen we dit maar onze first date noemen? Tara. Morgen de tweede? Het is misschien een beetje droge kost, maar ik moet het pre-operatieve traject met je doornemen. Totaal geen zin in. Verdoof me dan maar gewoon en doe het. Als ik wakker word, hoor ik wel of het gelukt is. Ik vind het ook niet super spannend, Sam, maar het hoort er nou eenmaal bij. Het is verplicht. Komt nu wel heel dichtbij, hè? Ja, daarom. Nou, kom op. Ja, het is misschien een open deur, maar de operatie zal plaatsvinden onder algehele narcose. De operatie duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Maar dat zijn richttijden. Het zou kunnen dat het bij jou kort... Sam, ogen open. Kan ik zien dat je wakker bent? Ja, goed zo. Hou vol, we zijn er bijna. Als je bijkomt van de operatie, dan is er een maagzonde geplaatst. Dat is een slang die door je neus, ja, naar je maag gaat... om maagsappen tijdens en vlak na de operatie af te voeren. Er zit ook een zuurstofslang. Sorry. Noodgeval. Ik kom zo terug. Ik heb die operatie nu zo vaak gedaan. Ik kan hem bij wijze van spreken zelf doen. Waar is het laatste stuk tot vlak ervoor? Sebastian werd opgeroepen. Ik heb hem nooit meer teruggezien. Ja, die jongens zijn echt al de hele dag op de SEA bezig geweest. Die zullen wel afgepeigerd zijn. Oh ja, ik zag het ongeluk op het journaal, ja. 8 doden. Het kan echt in een seconde met je gebeurd zijn. Als die operatie lukt, dan ga ik eerst een paar weken op vakantie naar Italië... en ga ik daarna een studie doen. Maar in Italië? In Rome of zo. En die studie? Misschien wel verpleger. Waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Ik dacht, dan zie ik jou elke dag. Is dat niet een beetje veel, elke dag? Soms kan je niet snel genoeg gaan.